Anne Bloem was origineel een toneelstuk. Dat is uiteindelijk een filmscenario geworden. Was het niet moeilijk om de kern van het verhaal te behouden? Nee, dat viel reus mee. Namelijk, het verhaal zelf bleek inderdaad zich zeer goed te laten adapteren. Er was ook nog een andere wereldpremière. En dan nog van een Vlaamse film. The Antwerp Killer. Deze productie werd gemaakt door de jonge regisseur Luc Veldeman uit Antwerpen. En The Antwerp Killer zou een thriller moeten zijn. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat het enige wat van het toneelstuk overeind is gebleven is juist de kern. Luc Veldeman, hoe is de film The Antwerp Killer tot stand gekomen? Waar kwam het idee vandaan? We hebben het idee gehad ergens iets te maken dat aangekondigd zou worden als een reuzenthriller. En hetgeen uiteindelijk een experiment met film is geweest. Dus ik denk niet dat hetgeen wij hebben gemaakt mogelijk is met theater. Het is iets dat alleen mogelijk is met film. We hebben een bepaalde manier van montage gebruikt die op bepaalde momenten de film tot een klucht maakt. Hetgeen velen ons verwijt is dat dat niet onze bedoeling zou zijn geweest. Die Antwerp Killer kreeg dan nog een speciale prijs van de aanwezige filmjournalisten. De obsederende score, handig. Gegrasduind in de werken van John Carpenter. De subtiele belichting voor zover die bestond. Het hyperrealistische karakter van sommige actiescènes. Het staccato van de zich zeer dikwijls herhalende flashbacks. En de zeer cool gespeelde acteursprestaties waren voor ons redenen te over om deze film te bekronen met onze speciale prijs. Een hoogtepunt in het festival van vorig jaar was De Nacht van de Demonen. En aangespoord door het succes werden dit jaar drie zogenoemde nachten gepland. Daar waren een karate-nacht en een nacht van de lach. Maar die kenden weinig succes. En dan waren er twee nachten van de demonen. Tussen de films in kon ook genoten worden van min of meer gelukte attracties op het toneel. En dit initiatief kende heel veel succes. Dat is een blitzpoeder. Blitzpoeder, ja. Hele mooie explosies. Ik heb toch geen bang gevoel? Eigenlijk wel, het lijkt me... U hier de pyromaan bent en ik zeker niet bent u trouwens pyromaan. Bah, een beetje. Ik vind het altijd leuk om met vuur te spelen. Vroeger kreeg ik er altijd slaag voor van mijn ouders en nu word ik ervoor betaald. Dat is inderdaad anders. Dan geloof ik dat ook rookeffecten bij film voorkomen. U gaat trakteren. Ja, ik kan trakteren een beetje met rook.
En zo kunnen ze even zien hoe dat het is in de rook te staan. En de slotfilm was de Europese première van Yellowbeard. Het tweede internationale filmfestival van Knokke-Heist kende meer publieke belangstelling dan het eerste. Na ondanks een internationale selectie, ondanks de aanwezigheid van regisseurs en van vertolkers, ondanks de inspanningen van de organisatoren, komt het grote publiek niet kijken. Waar zijn de redenen te vinden? Onervarenheid, improvisatie en misschien ook nog een paar andere dingen. Jij staat hier dus op de avond van de slotavond van het tweede internationaal filmfestival in Knokke. Mag ik jou een indruk vragen? Wel, dat is dood eenvoudig. Mijn indruk is zeer goed. Uiteindelijk, verleden jaar zijn we ermee begonnen hier. Ja. En ik geloof dat dit jaar een bevestiging is van vorig jaar. Er zit wel toekomst in dit festival, dacht ik. Misschien een zeer persoonlijke mening. Ik geloof dat de basis van het festival, ik bedoel daarmee het doel, dat wil zeggen, dit festival wordt ingericht om films die geen verdeler in België hebben gevonden te bevorderen of te tonen en ze eventueel aan een verdeler te helpen. Ik geloof dat deze basis ergens verkeerd is, dat het niet voldoende is om een festival op een zeer hoog pijl te brengen. Ik geloof dat daar vooral in de toekomst moet aan gedacht worden. En wat ik heel vreemd vind, er is hier dus een filmfestival in Knokke, hè? In het casino. Maar je moet verdomd goed zien, je weet dat er een filmfestival is. Er hangt buiten de Belgische vlag. Er hangen drie vlaggen met het embleem van Knokke erop. Geen Hollandse vlag, geen affiches. Die alleen niet met kanten vergelijken, maar er is een doolhof. Toevallig hangt er beneden bij de ingang hangen een paar posters. Denk je, oh ja, dat is een Hollandse film. Er gaan ook een paar griezelfilms. Maar het casino doet er niets aan. Het lijkt wel of ze het vervelend vinden. Misschien is het niet chic genoeg. De mensen die in smoking zijn. Wat wij hier in Knokke willen bereiken is het brengen van films in Belgische première die nog geen verdeels hebben gevonden. Maar anderzijds ook het teruggeven aan film wat de Belgische distributiesector al een heel tijdje uit het oog heeft verloren. Namelijk dat dit een showmedium is, een spektakelmedium. En om spektakel te brengen heb je hier vedetten nodig, heb je hier vuurwerk nodig, heb je hier spectaculaire beachparties nodig. En dat kan dus niet met het budget waar ik op dit ogenblik mee moet werken. Onze bedoeling nu voor een eventueel derde jaar is teruggrijpen naar de formule van jaargang 1, dus veel Amerikaanse namen erbij. Terug een groter pakket films. We gaan nog nadenken over de formule. Het kan zijn dat we een aantal retrospectives eventueel ingooien. Maar we willen in ieder geval van Knokke terug een festival maken waar de glitter en de glamour dan in combinatie met wat wij dan die jonge, dynamische en een tikje agressieve aanpak noemen, dat die combinatie hier gemaakt wordt. En daarom